Voorzitter, ja. Ik wil toch een punt van orde maken. Want als ik de 8 van deze... Ja, ik ben er niet blij mee. Maar als ik de 8 van D66, de 4 van ons, de 3 van de SP en de 3 van de Partij van de Arbeid uit, kom ik op 18 uit. Ja. En dan mist er één aan die andere kant. En dat zou er dan ook 18 zijn. Dus dan hebben we toch stakende stemmen. 16, 8, Jacqueline. Het was een rommelige vergadering, kort gezegd. En met name over twee intrekkingsbesluiten. Waar ging dat over? Waar het over ging is dat wij voor Koningsdag gediscussieerd hebben over de vraag of de burgemeester op die Koningsdag twee bevoegdheden zou moeten hebben. Enerzijds het aanwijzen van een veiligheidsrisicogebied. En als je dat doet, dan kan de hoofdofficier van justitie de politie opdracht geven om mensen te fouilleren. Dat is één. En de tweede was de mogelijkheid om binnen te treden zonder toestemming van de bewoner ter uitvoering van die noodverordening. Hè. Voor het geval je informatie zou krijgen dat er ergens iets verborgen is wat tot problemen aanleiding zou kunnen geven. In die discussie die we hadden voor Koningsdag heeft de gemeenteraad, de toen meerderheid van de gemeenteraad gezegd, ja, dat is allemaal, we begrijpen dat je dat wil op Koningsdag, maar daarna vinden we het niet meer nodig, want dat is niet nodig in Amstelveen. En nou, de discussie aangehoord hebben, daar heb ik toen gezegd, oké, het is me helder, ik kom direct na Koningsdag met een voorstel om die twee nieuwe bevoegdheden gewoon weer in te trekken. Ik ben mijn belofte nagekomen, die voorstellen stonden nu op de agenda, het intrekken van die twee bevoegdheden, veiligheidsrisicogebied en het binnentreden zonder toestemming van de bewoner. Ja, en daar ontstaan dan toch door na de gemeenteraadsverkiezingen en een andere samengestelde gemeenteraad weer wat bewegingen in. Die ertoe geleid hebben dat er nu een uitkomst is waarbij de bevoegdheid tot het aanwijzen van het veiligheidsrisicogebied nog even gehandhaafd is. Tot het moment dat een nieuwe bevoegdheid in de wet wordt geactiveerd. Die is net aangenomen, die wet, door de beide kamers van de Staten-Generaal. En dan val je dus terug op een risicogebied aanwijzing voor maximaal 12 uur. Maar zonder dat de burgemeester de gemeenteraad daarbij hoeft te betrekken. Dat is bij de andere bevoegdheid wel het geval. En de bevoegdheid tot binnentreden, de stemming daarover heeft niet tot uitsluitsel geleid. Want het bleek, bij nadere telling bleek de stemmen te staken. En als de stemmen staken in de gemeenteraadsvergadering, moet het de volgende keer terugkomen. En dan moet er opnieuw over gestemd worden. Ik heb alleen wel, want dat wordt mijn laatste raadsvergadering, Tim, hier in Amstelveen, gezegd. Dan gaan we er niet meer over discussiëren, dan gaan we alleen maar stemmen. En daar heeft de gemeenteraad mee ingestemd. Ja.